Breda Nu. Je weet het meteen. Uit onderzoek van het RMC blijkt dat Breda de op één na snelst groeiende koopavond van Nederland heeft. De donderdagavond werd dit jaar 20% meer bezocht dan vorig jaar. Maar wat is er eigenlijk zo leuk aan? Bezoek jij wel eens een koopavond? Heel soms wel eens, ja. Nee, nooit. Nee. Ik heb het geluk dat ik overdag kan gaan. Dus waarom zou ik dan op een koopavond moeten gaan? Ja, af en toe. En waarom? Omdat 's avonds shoppen soms beter uitkomt. Ja, ik vind het wel prettig om een koopavond te bezoeken, omdat overdag werken mensen natuurlijk veel. En ja, dan 's avonds kan je natuurlijk toch nog gaan winkelen. Dat is het overdag lekker werken en dan... Ja, en dan 's avonds lekker al je geld weer uitgeven. Ja. Bezoekt u wel eens een koopavond? Ja, soms wel. Ja. Want Breda heeft de op één na snelst groeiende koopavond van Nederland momenteel. 20% meer bezoekers dan vorig jaar. Snapt u waarom? Ja, het is hier gewoon gezellig. Een gezellige stad. Zo, snapt u waarom? Ja, als ik op een koopavond naar de stad ga, dan kom ik altijd wel met iets thuis. Dus ik kan wel goed begrijpen dat er een goede aanbod is bij Breda. Ja. Breda heeft dus de op één na snelst groeiende koopavond van Nederland. Snapt u waarom? Nee. Top, dankjewel. Ja, ik shop hier niet zo vaak. Maar ja, volgens mij is het wel een leuke stad. Dus ik snap het wel. Meneer, mag ik u wat vragen? Meneer, blijf even staan. Meneer, Roekoe. Of je nog wel eens een koopavond bezoekt? Ik denk dat de koopavond er maar af moet. U denkt dat de koopavond er af moet? Ja, ik denk dat we gewoon tot 7 uur open moeten blijven en dan klaar. We hebben koopzondag en die doet het heel erg goed. Zaterdagen worden ook minder en de koopavonden zou ik, als ik het mag zeggen, medio mei starten. Eind september is het klaar met de koopavond. Want u werkt in de binnenstad? Ik werk in de binnenstad, ja. Dus ik praat een beetje uit mijn ervaring waar ik werk. Want het is de op één na snelst groeiende koopavond van Nederland, snap je dat? Ja, het is gezellig hier toch? Ik snap eigenlijk niet. Wat is de reden van nummer 1? Ja, dat weet ik ook niet. Dat weet ik ook niet. Eigenlijk zouden we op nummer 1 moeten staan, hè? Eigenlijk wel. Ik snap nog niet wat de reden is waarom dat er niet is. En het feit dat hier ook heel veel horeca is op elkaar, het is gewoon gezellig. Daar komen mensen ook op af en combineren met winkelen. En is het dan zo dat u achteraf nog even een drankje doet? Of, Ja, net zoals nu. Nu zien we dat we hebben eigenlijk nog geen zin om te gaan eten. En we pakken nog even een terrasje. Ja, en toen kwamen we jullie tegen. Ja. Nou, lekker. Veel plezier. Ja, dankjewel. Succes.